Goedemorgen, middag, avond. Ik zat net eventjes te recapituleren wat betreft het schietincident, wat je hier ziet. Dat die agent op die boer schiet. En ik vond het totaal alle logica ontbreken. En als. Oké, die agent kan angstig geweest zijn, maar hij markeert niks aan zijn ogen. En je zag inderdaad ook dat zijn collega's ook al niet helemaal zijn gedrag begrepen. Toen hij de eerste keer zijn pistool trok. En hij bleef maar met zijn wapen rondlopen zwaaien. Wat ik op zichzelf heel vreemd vind. Maar het wordt minder vreemd als je gaat denken over. Psychotronics, zeg maar. Dus het manipuleren van iemands gedrag door middel van frequenties. En dit is niks nieuws. Dit doen ze dus ook met, zeg maar, de Manchurian Candidates, zeg maar. Dus die schietpartijen op die scholen doen. Het zijn gehersenspoelde mensen die op een gegeven moment onder hypnose gebrainwashed zijn en waarschijnlijk slachtoffers zijn van ritual abuse. Zo kan ook die agent gemanipuleerd zijn met een onzichtbaar wapen, waardoor die in de totale agressiemodus is geschoten. En dat zou zijn gedrag perfect verklaren. Dat zou ook verklaren waarom die nu thuis zit en waarschijnlijk misschien amper meer weet wat hij gedaan heeft, die man, die avond. Omdat hij letterlijk niet zichzelf was. En vergis je niet, hè? Vergis je echt niet. Dit zijn wapens die op grotere schaal ingezet worden tegen ook de Nederlandse bevolking. En waar je ten alle tijde rekening mee moet houden, ook als je naar demonstraties gaat. Waarom er opeens zulke agressie is, dat zou via mijn theorie, denk ik, perfect te verklaren zijn. Misschien is dit ook wel de reden waarom het aantal schietincidenten steeds hoger en hoger is. He, dus ben je bewust van de wapens die ingezet worden tegen je? Want dit was een onverklaarbare incident. Maar als je het langs die route uitlegt, he, dat die agent ook een targeted individual is, die gewoon misbruikt is voor een propagandadoeleinde en nog steeds misbruikt wordt. Dan is die agent niet je vijand, maar is hij ook slachtoffer, net zoals Jouke. En de echte vijand zijn natuurlijk de geheime diensten. Dus misschien neem ik een risico door dit zo aan te stippen, maar het interesseert me niet, want ik ben niet bang voor die lui. Ze kennen voor mij de pot op. En ja, ze kunnen je lichaam doden, maar niet je ziel. En ik kom gewoon weer terug. Maar hou hier rekening mee. Hè? Want ik zie dit helemaal niet in de discussie over het incident besproken worden. Terwijl ik denk dat deze theorie dichter bij de waarheid ligt dan alles wat ik tot nu toe gehoord heb. Oké, nou in ieder geval een hele fijne dag. En geef het niet op. En we hebben al gewonnen. Dus. Het zijn stuiptrekkingen.